komend uur praat ik met Halina Rijn. Een verlaten minnares praat voor het laatst met haar verloren liefde aan de telefoon. De wanhoop is voelbaar. Zonder hem kan ze niet bestaan. Ze probeert het gesprek nog te rekken en daarmee haar bestaan te redden. La Voix Humaine, een solo geschreven door Jean Cocteau, geregisseerd door Ivo van Hoven en gespeeld door Halina Rijn. Het is alweer het 10e seizoen. Het stuk werd in alle hoeken van de wereld zo'n beetje opgevoerd en Halina Rijn kreeg er veel lof voor. Deze uitvoering wordt nu al moderne theatergeschiedenis genoemd. Rijn slaagt erin de wanhoop, de waanzin en de woede voelbaar te maken. Halina Rijn, geboren in 1975. Actrice, speelde in films, series en theater, behoort tot de vaste kern van het Internationaal Theater Amsterdam. Is verder te zien vanaf heden in een nieuwe Zweedse serie, Conspiracy of Silence, over de wapenhandel in Zweden. En komend seizoen is ze ook nog te zien in enkele reprises, De Stille Kracht, Husbands and Wives en Fountainhead. En ze is bezig met haar eerste film, die in 2019 zal uitkomen, waarvoor zij de regisseur is. Halina, hartelijk welkom. Dankjewel. Een fijne opzomming, maar ook een beetje eng. Maar ook leuk. Omdat het veel is, hè? Ja, maar voor een mooi stand. Ik denk alleen al die teksten al, hoe ga je dat nou doen? Al die stukken uit je hoofd. Ja, dat vind ik ook echt. Vroeger vond ik het altijd heel onprettig als mensen dat zeiden, omdat ik altijd dacht van dat is niet het moeilijkste. Maar tegenwoordig vind ik dat ook. Dat heeft ook met ouder worden te maken. Dat je geheugen is gewoon niet meer zo. Dat is niet om te klagen, maar dat is echt zo. Ik ben nu 42 en merk echt enorm hoe hard dat achteruit gaat. En omdat wij natuurlijk een systeem hebben waarin we inderdaad de ene week dit, de andere week dat spelen, bij wijze van spreken, vind ik dat best lastig, ja. Het is zo, het is ook gewoon veel. Ik bedoel, ik vind het al moeilijk om een boodschappenlijstje uit mijn hoofd te leren als ik voor 3 artikelen naar de winkel moet. Ja. Laat staan een heel stuk van 2 uur waarin het nou luistert. Het voordeel is natuurlijk wel dat we, zoals La Voix Humaine, dan de monoloog, dat speel ik al 10 jaar. Dus dat zit dan wel echt wel vervezeld in jezelf. Maar bijvoorbeeld Husbands and Wives hebben we niet zo heel vaak nog gespeeld. En ook alweer best een tijd geleden. Dus dat moet ik dan echt wel weer helemaal opnieuw leren. Maar je leert het natuurlijk nooit zo goed als dat je vroeger was. Het gewoon 6 weken repeteren, première. En dan, laat maar zeggen, 50 tot 70 keer spelen. Klaar. Volgende stuk. Dan is het helemaal niet moeilijk. Want dan is die 6 weken repetitie natuurlijk, die tekst die daalt helemaal in. Maar op het moment dat je allemaal stukken in een soort van oppervlakkige kwap van je brein probeert te pushen. Ja, dat is best pittig. Pittige kost. En dan hebben we het pas over de tekst. We hebben het nog niet over wat je verder bespeelt. De emoties, het gevoel. La Voix Humaine is een van de meest indrukwekkende acteerprestaties die ik ooit heb gezien. Zeg ik niet om te slijmen, maar dit is echt absurd. Het wordt voelbaar. Je staat alleen op dat podium in een soort Mickey Mouse trui. Een vrouw die door verdriet gaat. Ja. In haar eentje aan de telefoon met een stem die wij niet horen. We weten niet wat er gezegd wordt aan de andere kant van de lijn. Nee. Misschien is die telefoon wel helemaal niet opgenomen. Misschien is ze wel echt gek aan het worden. Zou ook nog kunnen. Ja, dat is wat Ivo altijd erbij fantaseert, inderdaad. Dat ze echt psychiatrisch is. Nou, dat zou kunnen. Dat inderdaad die optie er is. Dat ze het bijvoorbeeld in het begin aan het repeteren is voor zichzelf. Stel dat hij belt, dan ga ik ongeveer zo doen. En dat ze langzaam doordraait. Maar ja, het is maar net wat je als toeschouwer op wil projecteren natuurlijk. Voor mij heeft ze hem wel echt aan de telefoon. Want ik speel dat, anders snap ik het niet meer. Voor mij, als ik de telefoon wegleg, halverwege. Of is dat een spoiler alert? Nee, toch? Nee. Dan voor mij ga ik dan echt in een psychose. Want dan begint ze nog, praat ze wel verder, maar dan heeft ze de telefoon niet. En als ik zelf begin, begin ik heel concreet, hoor ik iemand in mijn hoofd. Het gaat over een vrouw die niet zonder de ander kan bestaan. Een vrouw die als een soort vrije radicaal, zoals het in de scheikunde heet, zich moet hechten om niet reactief te blijven. Wauw, wat mooi verwoord, hé. Maar dat is helemaal wat het is. Totaal. Maar is het voor jou emotioneel om dit stuk te spelen? Of is het gewoon tekst en spel? Nee, het is heel emotioneel, maar het is niet zo dat me dat tijdens het spelen pijn doet of zo. Het is ook daardoor heel prettig. Maar van tevoren vind ik het wel zwaar. Dus als ik er eenmaal sta, vind ik het eigenlijk een geweldige uitlaatklep voor alles wat me dwars zit of zat of ooit heeft gezeten. Of zal zitten, al mijn angsten kan ik erin kwijt. Maar van tevoren vind ik het ongelooflijk zwaar. Dus ik ben nu wij bijvoorbeeld nu erover zitten praten, krijg ik echt al in mijn buik een beetje buikpijn. Inmiddels kan ik dat gewoon denken, oké, dat hoort erbij. Maar dus er is wel een soort van depressie overdag, omdat je weet dat je het 's avonds moet doen. Je ziet er tegenop, omdat je weet dat je al die gevoelens zult moeten opwekken of uiten. Ja, en het duale is dat terwijl je het echt doet, dus als je er dan staat, dan valt het allemaal reuze mee. En dan ga je gewoon de berg beklimmen. Maar van tevoren zie je alleen maar die berg.
En het is een soort van, ik denk ook dat dat verschilt heel erg per acteur. Je hebt echt acteurs die komen theater inlopen en die zeggen, oh, heb je ook zo'n zin? En ik word daar ook boos van als iemand dat tegen mij zegt. Dat is super kinderlijk van mij. Dan zeg ik, hoezo zin? Ik heb nooit zin, zeg ik dan. Dus het is iets, ik denk, wat in mijn systeem zit, dat ik een soort van weerstand er tegen heb. Hele grote weerstand. En daar ga ik doorheen. En dat is dan een onderdeel van het ritueel. Of van dat ik dan misschien ook van mijn speelstijl of zo. En als je er staat, vind je het lekker? Als ik er sta, vind ik het in ieder geval niet de eerste. Ja, 20 minuten ben ik nog te bewust, weet je. Dan is van, oh god, wie zat er ook weer vanavond? Was die, kwam die niet vanavond? En ook kan ik het nog wel? En hoezo zou ik eigenlijk al deze tekst kennen? En al dat soort gedachten. En dan op een gegeven moment, ook omdat het is natuurlijk eenheid van tijd. Hè? Kijk, normaal ga je af, ga je even naar de kleedkamer, drink je een kopje koffie, want dan is iemand anders aan het spelen. En bij dit ga je gewoon in een tunnel, je komt er niet meer uit. En dus dan word je gewoon meegesleept door de tekst. En door de ensenering van Ivo en het decor en het licht en de muziek. En dan ga je wel weer. En na afloop? Oh, dan ben ik helemaal het mannetje. Dan ben ik helemaal vol adrenaline. En dan wil ik ook, heb ik heel veel bravoer, die natuurlijk eigenlijk heel misplaatst is. Want de hele dag was ik zo onzeker. En dan denk ik echt van, waar is iedereen? Ik wil gezellig praten en ik wil drinken. En dan meestal is er niemand om mee te praten. Want ja, ik had alleen gespeeld. En de techniek zijn nog aan het opruimen en allemaal dingen aan doen. En dan sta ik aan de bar en ga ik meestal iemand bellen. En dan gaat iedereen, het publiek, snap ik ook wel, die gaan allemaal zeggen, oh, ben je alweer aan het bellen? En dan ga ik maar naar huis. Maar dan ben je, stel je bent in Toronto of zoiets, of in, ja. God, waar spelen jullie allemaal Sydney, wel niet? Sydney. Ja, in China. Nou, ik heb op een gegeven moment wel gezegd dat ik vond het wel heel zwaar om in mijn eentje, je bent natuurlijk nooit echt alleen, want de technici zijn wel, maar die hebben, nogmaals, die hebben echt hun eigen traject, een eigen ritme. Om in mijn eentje aan de andere kant van de wereld dit te moeten doen. En in een hotelkamer, in een nondescript zakenmannenhotel te zitten. Ik werd heel depressief van. En ook dat heeft ook te maken met het materiaal. Wat natuurlijk, ja, zoals je misschien weet, je hebt het gezien. Dus het is niet erg opwekkend, want het eindigt ook niet goed. En dan krijg ik op een gegeven moment, want eigenlijk speelt het zich af in een hotelkamer. Oorspronkelijk had Cocteau het zo bedoeld. Dus dan krijg ik van die, ja, krijg ik echt ideeën dat ik in een hotelkamer zit. Dan word ik helemaal, ja, dan word ik helemaal gek. Dan krijg ik echt paniekaanvallen en dat is vreselijk. Dus sindsdien hebben ze het toneel op Amsterdam wel bedacht van, oh ja, er moet iemand, ja, in de buurt zijn. Ja, ze helpen wel heel goed om dat nu beter te, ja, gewoon om me heen mensen. En want ja, ik vind het heel pittig. Maar goed, dat is ook, kijk, Ivo van Hoven is iemand, vind ik, die is zelf, komt hij uit de performancecultuur. En dat is veel, hè, dat is echt, wij spreken, ja, dat deed hij niet hoor, maar dat is wat mijn idee erover is. Twee mensen die gaan staan op het toneel en er is een steen in de kap en die gaat eruit vallen en je weet niet waar die gaat vallen, weet je. Dus je, Marina Abramovic, een appel op iemands hoofd en een pijl. En hè, dat is heel erg waar hij uitkomt. En dat voel ik dus ook heel erg in hoe hij regisseert. Dus ik, voor mij, het wordt allemaal vrij echt. Het komt allemaal heel dichtbij. En dat heeft ook iets engs. Maar mensen die van vliegangst af moeten, die gaan met een rollenspel aan de slag en dan zijn ze van een vliegangst af. En politieagenten die leren gewelddadige situaties beheersen door met acteurs dat na te spelen. Ja. Met andere woorden, acteren is niet vrijblijvend. Je zult wel een soort professionaliteit erin ontwikkelen, maar je ondergaat wel degelijk wat je speelt. Dat vind ik heel scherp dat je dat zegt. Want dat zeg ik zelf altijd in interviews. Dat hoe kan nou speltherapie helpen? Hoe kan dat nou helpen als dit, weet je, dus wij doen het omgekeerde. Dus jullie worden verwacht dat achter je te laten in dat jasje weer op te hangen en, ja, en Mickey Mouse trui weer uit te doen en dan is het allemaal weg. Ja, nou, ik denk ook echt dat de documentaire over Amy Winehouse vond ik daarin totaal, ik wil mezelf helemaal niet vergelijken, aan niet qua talent, maar ook niet. Ik ben niet aan de drugs en drank, ja. Maar ik vond wel één element daarin ongelooflijk herkenbaar. En dat is dat duale. Over dat ze, natuurlijk wil ze heel graag muziek maken, toch? En wil ze heel graag zingen, want dat is haar talent. En dat kan ze ook als geen ander. Maar tegelijkertijd maakt ze zichzelf helemaal kapot. En gaat ze daar als ook heel puberaal bijna. Of wat is het, weet je? Of is het angst? Of ze kent die tekst niet. Ze gaat helemaal. Dus, en dan heb je bijvoorbeeld het verhaal, ik weet niet meer wie het was, misschien weet jij het, maar een beroemde balletdanser die op een gegeven moment voor een bomvolle zaal stopte en zei, paardje is moe. En toen is hij weggelopen en nooit meer teruggekomen. Dat soort dwanggedachten heb ik wel vaak. Dat ik denk, oh mijn god. Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Hè? Want er zijn nogmaals, er zijn ook echt spelers die daar helemaal geen last van hebben. Maar ja, het is natuurlijk iets. Je roert wel in je eigen ziel. Maar het is ook, ja, je talent is ook groter dan je angst uiteindelijk. Dus dan ga je toch doen.
Maar meestal heb je dan andere spelers tegen wie je opspeelt en die jou kunnen opvangen. En als jij het even niet weet, dan improviseren zij wel weer iets. Ja, dat is het leuke natuurlijk aan bij een ensemble zitten. En ook daarin help je elkaar natuurlijk ook heel erg. Ik was toevallig dus naar Stockholm aan het vliegen voor die Zweedse serie eergisteren. Toen mocht ik in de cockpit zitten bij de landing. En toen vroeg ik aan die man, had ik ook nooit moeten doen, maar goed. Aan die piloten van, zijn jullie wel eens bang? En toen zei eentje van, nou, in principe niet. Zei hij, dat vond ik al een eng antwoord. Maar ik heb wel heel heftige dingen meegemaakt, dus als piloot. Maar wij hebben dan een systeem met onze collega's. En dan gaan ze met elkaar praten en dan komen ze daar eigenlijk weer overheen. En dat hebben wij natuurlijk ook. Wij hebben echt gewoon een systeem, wat hebben we nooit met elkaar afgesproken. Maar met je angst of met dingen waar je tegenaan loopt. Of dat je misschien een bepaalde scène niet meer lukt na al die jaren. En dan vang je elkaar op. Maar inderdaad, alleen is, ja, je eet alleen, je gaat er alleen naartoe. Het heeft een bepaalde... Het is heel sober. Het is heel, en ik leun dan ook heel erg op de technici. Maar die wisselen ook. Want wij hebben onze schema's zijn zo bizar. Onze roosters, zeg maar, dat zij ook soms wisselen. Maar ja, het is heel vreemd. Van tevoren is het gewoon echt eng. Maar daarna niet meer. En als je er staat, niet meer. Nee. Al 10 jaar doe je dit stuk. Ja. Merk je dat je dan zelf veranderd bent? Ja, heel erg. Ik bedoel, je groeit als persoon, zeker over de liefde. Daarin maak je ook heel veel mee. Dus er zijn ook teksten, maar dat heb ik ook bij Hedda Gabler wel gehad. Alleen dat heb ik dan niet zo vaak gespeeld of bij Rauschiet Elektra. Maar dat ik die teksten die ik veel later pas echt begreep. Snap je? Die kun je wel zeggen en die kun je ook best wel oké spelen. Maar als je ze zelf niet echt hebt ervaren... op het moment dat je ze zelf ervaart, denk je... ah, dit... Daar gaat het over. Daar gaat het over. Of dat je het veel dieper begrijpt. Maar dit stuk heb je... Dit stuk over intens liefdesverdriet en over afhankelijkheid... heb je gespeeld in 10 jaar. Dus er moeten periodes zijn geweest dat je verlaten was. Zeker. Dat je smoor verliefd was. Ja. Dat het net een beetje begon te wankelen. Dat het weer aantrok. Nou ja, alle fases zul je wel doorlopen hebben... Ja. Dus terwijl je dit speelde. Het is altijd wel grappig dat het momenten dat ik dan heel erg at ease ben in de liefde, wat ik nu dan ook ben, dat zijn wel de gevaarlijke momenten voor de voorstelling. Dan is het minder makkelijk. Om dat te gaan spelen. Als je in een proces zit waarin je net, wat jij zegt, nog heel erg iemand aan het veroveren bent, of waarin je juist heel erg afgewezen wordt, kan je wel makkelijker bij deze voorstelling komen als speler. En toen ik hem repeteerde, had ik een enorm liefdesverdriet, want toen ging het uit. Het was aan het uitgaan met mijn vriend die in Antwerpen woonde. Dus het ging ook allemaal aan de telefoon, want wij repeteerden hier aan de Prinsengracht. En 's avonds zat ik met hem te bellen. En toen ik dus op een dag kwam ik naar de repetities in de Adidas broek en de Mickey Mouse trui, omdat ik zo verdrietig was. Ik had geen eens meer zin om een mooie aan te kleden. En toen zei Ivo, dit is het kostuum, dit houden we. En dat was eigenlijk jouw eigen was gewoon mijn eigen depressiepak. Ja. Je depressiepak. Je had ook in zo'n reet donderspak kunnen binnenkomen, bij wijze van spreken. Huispak, ja. Ja, nee, en 10 jaar later is het totaal... De trui kan nog wel, vind ik. Die zou ik zelf nog wel aandoen. Maar die broek is heel het is echt zo helemaal niet meer in de mode. Dus dat vind ik dan ook alweer geestig. Dat, weet je, toen zei Wim, onze grote kledingman bij het toneelgroep Amsterdam, of ik moet zeggen Ita, die zei van, moet je nou niet tijd dat we een andere joggingbroek? Want dit kan echt niet meer. Het is natuurlijk ook allemaal versleten. Toen heeft hij er een voor me gekocht en die trok ik aan. En toen kreeg ik weer een paniek. Nee, ik moet het in het oude kostuum. Ze moet er ook niet mooi gekleed uitzien. Nee, zeker niet. Dat zou niet geloofwaardig zijn. Nee, dat zou zeker niet geloofwaardig zijn. Maar er zijn ook zelfs ondergrenzen aan wat je draagt als je aan het ontbinden bent. Vermoedelijk. Of wat lekker zit. Ik bedoel, mijn lichaam verandert natuurlijk ook, snap je? Dus ik denk, op zich zou het niet onverstandig zijn om een nieuwe joggingbroek aan te trekken. Is het echter wat je op het podium doormaakt dan wat je daar buiten doormaakt? Ja, je stelt wel hele goede vragen. Voor mij soms wel, ja. Ja, omdat ik het best moeilijk vind. Ik kan wel nu zo bijvoorbeeld heel goed babbelen. En het is een bepaald aspect van mezelf. Dat het lijkt alsof ik heel open ben. Maar in wezen ben ik ook best wel stug en schuw. En ben ik niet heel erg van het hart op de tong. Dus als ik op het toneel sta, kan ik natuurlijk eens een vrijbrief om heel dicht bij je intieme, meest gênante emoties te komen. Om echt emotioneel te zijn. Ja, ik heb bijvoorbeeld best veel trots en eer en schaamte als mens gewoon in het dagelijks leven. En dat mag je natuurlijk ook allemaal wegdoen. Want je gaat juist zoeken naar de gênante dingen en de dingen die geheim zijn. En dat mag je bij Ivo zeker, mag je allemaal eruit laten komen. Dus dat heeft niet zoveel met psychologie te maken, maar wel met dingen die je in het echte leven liever niet ervaart. En dat is misschien ook mijn weerstand er tegen. Want je weet, je gaat gewoon je demonen aankijken vanavond. Weet je wel, op de vloer. Je gaat gewoon je demonen oproepen. Ja, ik bedoel, ieder mens denkt... net zelfs als je bijvoorbeeld thuis bent en het is stil. Je gaat
toch niet echt op de bank zitten. Dat zou je wel moeten doen. En mediteren. Je gaat toch denken, oké, dingetjes. Waar is mijn telefoon? Ja, waar is mijn telefoon? Afleiding, afleiding. Alsjeblieft niet die gedachten. En op het toneel roep je ze juist op. Die allerengste gedachten. En dat heeft natuurlijk ook... Daarom vergelijken mensen het ook eens met gladiatoren. Weet je wel, je loopt gewoon de ringen. Je gaat die leeuw zien en die gaat jou misschien wel opeten. Maar het heeft natuurlijk ook iets heel bevrijdends dat hij je gaat opeten. Maar het is wel een ring en er is wel een leeuw. En het is geen natuurlijke situatie. Het is eigenlijk veel enger dan wanneer je dat thuis zou doen. Er is publiek. Ja. Er zijn, weet ik veel, recensenten. Ik weet niet of dat iets uitmaakt, maar... Ja, zeker wel. Dat maakt maar goed, je wordt beoordeeld, het moet functioneel zijn. Dus het is veel enger dan wanneer je thuis zou doen. En toch voelt het veiliger. Ja, omdat het onontkoombaarder is. Omdat ik denk dat we allemaal geconditioneerd zijn om pijn te vermijden. Zowel letterlijk gewoon fysieke pijn als geestelijke pijn. We doen gewoon alles aan om pijn te vermijden. Daarom zijn alcohol en drugs en sigaretten zo leuk. Of eten voor mensen of whatever. Maar, en nogmaals, op het toneel word je dus... ben je dus helemaal goed geworden in je juist die pijn confronteren... en die pijn aantrekken. En ik denk dat dat uiteindelijk heel goed is. Snap je? Dus ik denk wel dat het uiteindelijk... het fucks with your mind. Dus er zullen ook heus wel stukken zijn die zo naargeestig zijn... dat ze misschien niet zo heel goed zijn voor je ziel, laten we zeggen. Maar ik geloof ook wel dat het ergens schoonmaakt. Snap je? Dat het iets schoonmaakt in jezelf. Want je bent wel... Je bent er maar vanaf. Je hebt het gedaan. Ja, je hebt het gedaan. Dat waar ook al was het fake, ook al was het een rol. Je hebt gehuild, je bent woedend geweest, dus het is weg. Ja, en ik denk dat idee, dat daarom vind ik ook heel mooie vragen die je stelt, wat niet zo vaak zo is. Want ik denk dat mensen, en dat snap ik ook heel goed, naar acteren kijken als liegen. Snap je van, oh, je zal wel heel goed kunnen, je zal maar wel voor het lapje kunnen houden dan. Maar natuurlijk is een acteur alleen maar op zoek naar waarheid. Zeker in die stijl waarin wij het doen. Dus je bent juist een enorm verhoogde concentratie waarheid aan het zoeken op dat toneel. Want alles wat... een beetje sappere flap, hahaha, is. Dat is Ivo straft dat genadeloos af, want die begrijpt het gewoon niet. Als je een personagetje gaat spelen, een karaktertje of commentaar op een stuk. Dus je bent zo echt mogelijk binnen een artificiële context. En dus ga je echt naar, als je een verslaafde vrouw aan een man speelt, zoals ik, dan ga je echt op zoek naar dat in mij, dat alles en alles, maar echt alles zou doen om die man aan de lijn te houden. Omdat het gevoel, als hij ophangt, sterf je. Ja, ik ken dat gevoel echt. Dus dan ga ik dat gewoon helemaal erin. Maar zoals een violist de wereld rondreist met een viool... om daar mooie klanken uit te halen en daar ook wel emotionaliteit in zit... ben jij je eigen instrument. Ja. Die emoties, dat zijn de registers van de piano die jij bespeelt. Ja. En dat is toch heel raar om bij de woede te komen... bij het verdriet, bij de afwijzing en dat gewoon aan te zetten. Ja, zeker. Op een vaste tijd. Vanavond om 9:00 ben ik verdrietig. Ja, en dat is dus wat dus zoveel spanning opwekt. Want inderdaad, als je nog zelf mocht bepalen... maar dan deed je het waarschijnlijk niet. Als je nog zelf kon zeggen, nou, ik heb wel zin om 2:30. Maar het is dat Chantal Jans beschreef het ooit aan mij. Zij speelt natuurlijk veel musicals. En dan hoort ze zo dat de akkoorden van dat lied dan weer inzet... wat ze moet gaan zingen na 250 keer. En dan de paniek. Want je weet gewoon, je moet nu beginnen met toneel. Kan je nog denken van, oké, even ademhalen. Weet je, ik wacht heel even met deze zin. Ik hou even een pauze, want ik moet even tot mezelf komen. Maar zij hoort gewoon ting, 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 ting. En ze moet inzetten. En dat is zo'n nachtmerrie ook, snap je? Het gaat gewoon. En dan moet je dat dan voelen. En je moet dat dan doen. Dus ja, het is inderdaad... een violist kan inderdaad zijn instrument wegleggen... He, en misschien even zich ontkoppelen. Als je die documentaire van Janine Jansen ziet... dan denk je het is hetzelfde uiteindelijk. Want zij gaat ook door al dat soort angsten heen en zo. Dus het is gewoon het publieke ervan, denk ik. Ik denk het publieke en het onontkoombare... wat zo'n veel angsten opwekt. En alleen als je dat echt doet en oprecht doet... dan wordt het interessant. Ja, ik kan het gewoon niet anders. Niet puur vanuit taal benaderen of het als een tekst zien. Of zeggen, nou, bestaat wel, denk ik. Het bestaat wel. Ja, want ik vind het ook heel mooi soms om op die manier naar toneel te kijken. Of bijvoorbeeld, ik zag onlangs een prachtige voorstelling van FC Bergman. Dat is zo'n groep jonge acteurs uit België. Dat was heel beeldend, snap je? Dus en dat was met video, dus dat was minder emotioneel voor mij. Maar wel vond ik wel prachtig. Maar dit is heel erg Ivo. En voor mij is Ivo alles. Ja, ik bedoel, niet alleen als mens, maar ook als kunstenaar. Dus dat is gewoon mijn stijl. En dat is gewoon wie ik ben op het toneel. Daarbuiten ben ik wel andere dingen. Maar voor jou is Ivo alles, los van alle talenten van Ivo. Dat klinkt bijna als la voix humaine, de vrouw die niet kan leven zonder de ander aan de andere kant van de lijn. Dat is ook zo. Dat is ook zo? Nou ja, het is wel zo dat ik heb met hem wel een hele diepe Want je legt, band. Je legt je lot in zijn handen. Je emotionaliteit, je lijf en leden, je reputatie. Je neemt risico's, je gaat verder. Ja, vooral omdat je alles bij hem legt. Nou, vooral omdat...
totaal los van succes is hij voor mij, dat is al zo toen ik heel jong was en zijn regie van Lulu zag met Chris Nietveld in de hoofdrol, was 13, met mijn moeder, die ik daar heel dankbaar voor ben dat ze me daarmee naartoe nam. Toen dacht ik al, ik had toen allemaal ideeën over dat ik een alien was. Dat ik allemaal rare gedachten in mijn hoofd had, waar ik me heel erg voor schaamde. En ik hoorde nergens bij. Nou, dat hebben ze ook heel veel pubers dat ze dat denken. Nou, dat had ik ook heel erg. En toen zag ik zijn voorstelling, toen dacht ik, oh, hij begrijpt mij. Hij snapt dit. Ik begon niet wie die man was. Je voelde verwantschap door zijn werk. Ja, gewoon door zijn thematiek. En dat heeft wel te maken met de elementen in zijn werk die ik gewoon, waardoor ik dus. En ik zag ook een Chris Nietveld. En tot dan toe had ik alleen maar voorbeelden gezien in bladen of op tv of in een bioscoop, waar ik mezelf niet in herkende. Dus dan dacht ik, oh, ik moet ook zo worden. Hoe word ik zo? Hoe zie ik er zo uit? Hoe kan ik zo worden? Maar toen zag Chris niet, want ook zo ben ik ook. Want het was een soort van vrouwelijkheid die wel ook heel sexy was, maar ook heel lelijk in de zin van niet als uiterlijk, maar hoe ze zich durfde te gedragen. En heel sterk en heel stoer en heel geestig. Maar ook, het gaat natuurlijk over seks. Lulu gaat over een vrouw die wordt wat mannen willen dat ze is. Super, zou super actueel zijn om dat nu ten tonele te brengen. Maar toen dacht ik van, dit is een narratief wat ik begrijp, waar ik me aan kan laven, wat ik, nou, zo dacht ik niet, maar ik voelde me gewoon helemaal herkend in alles. En ik dacht, ik moet deze mensen, hier moet ik me bij aansluiten. Maar dat kon helemaal niet. Maar je had behoefte aan aansluiten. Je bent opgegroeid in een artistieke omgeving in Groningen. Je ouders waren vrijgevochten. Probeerden het op hun eigen manier te doen. Niet in het reguliere bestaan. Ja. En daar groeide jou op in een jeugd die je vaak als idyllisch hebt omschreven. Ja, zeker. Als in een soort paradijs. Ja, en ook wel, bedoel, weinig regels, dus weinig contouren, maar heel veel liefde en creativiteit. Dus alles kon. Alles kon, dus natuurlijk ga je dan weer hopen dat je in een soort van heel conservatief jaren 50 gezin, daar verlang je dan soms weer naar, snap je, omdat je denkt van met een vader met pantoffels en een stropdas om en zo. Maar uiteindelijk. Want dat is duidelijk. Ja, de duidelijk. Pantoffels en ja, de krant. En, ja, het was wel heel heftig allemaal, vond ik. Omdat het voortdurend, omdat er gewoon zoveel aan de hand was. Het was niet rustig en normaal. Ik dacht wel van, hoe zou het zijn om een burgerlijk meisje te zijn? Dat heb ik letterlijk, schreef ik dat in mijn dagboek. Hoe zou het zijn om een normaal mens te zijn? Wat je ook op school zag, bij andere ja, kinderen. Ja, want ik zat op de vrije school, maar toen ik 12 was, heb ik gevraagd of ik daar af mocht. Omdat ik voor voelde van, ja, dit is niet de realiteit. Dus toen ben ik naar zo'n hele, ja, niet ordinair, niet leuk om te zeggen, want het is een superleuke school. Het Werkmancollege gegaan in Groningen. Nou, daar zag je natuurlijk van allerlei allooi mensen. Dat vond ik wel heel imponerend. Want ik zat tot dan toe alleen maar met paarse gebatikte tofuballen aan tafel. En toen zag ik opeens allemaal gewoon. Oh, dat snap ik ook wel waarom je een alien voelde. Ja. Ja. Je was een soort alien. Ja. En van, ook, van de paarse batikplaneet. Ja, daar kwam ik vandaan. Maar zelfs binnen die planeet, ik denk dat ieder mens dat heeft trouwens als hij opgroeit. Maar dacht ik, ja, maar hoor ik hier wel echt bij, snap je? Want ik ben eigenlijk ook geen roze apke-acte figuur. Want ik heb allemaal zwarte gedachten. En toen ik Ivo zag, zijn toneelstuk zag, dacht ik, ja, zie, die snapt mij. Want dit is zo donker en dit is zo vreemd, dat ben ik. Daar kan ik zijn wie ik ben, juist omdat het absurd is. Ja, en omdat het dus, ja, en omdat het toont waar heel veel, ja, wat je normaal niet laat zien. En waar je het niet over hebt. Het is heel provocatief wat hij maakt. Het heeft heel veel met macht en seksualiteit. En dat kwam allemaal aan bod in Lulu. En een soort humor die ik heel leuk vond. En ook een spektakel. Ja, ik dacht gewoon, dit is het. Maar het was je moeder die je daarmee naartoe nam. Ja. Is dat ook hoe je het acteren hebt leren kennen? Dat je moeder je daar kennis mee liet maken? Nee, zeker niet. Wij mochten geen tv kijken in het begin van onze jeugd. Later werden ze wat milder. Maar want dat is niet goed voor je ontwikkeling van je ziel. Is ook zo trouwens. Ja, het zal ook vast zo zijn. Alleen het jammer eraan is dat je dan nooit mee kan praten over de Fraggles en de Smurfen. Maar goed, oké. En dus toen hadden wij op een gegeven moment een oppas. Gewoon een Gronings hartstikke leuk meisje die niets te maken had met antroposofie en zo. En die verveelde zich natuurlijk helemaal dood. Want wij mochten alleen met houten blokken spelen, bij wijze van spreken. Dus zij wist ook niet meer wat ze met ons moest. Dus toen heeft ze ons stiekem meegenomen naar de bioscoop. En toen zag ik Annie toen ik 6 was. En daarom wilde ik acteren. Dat was alles wat ik dacht. Dit is het. In mijn herinnering was het ook een beeldschone film. Ja, dat is het geweldig. En de grap is, zowel Carice als Thekla, als alle, heel veel vrouwen van mijn generatie die zijn gaan acteren, hebben dat als motorisch moment voor een carrière ervaren. Annie. Ja. E.T. was nog beter. Dat was een beetje dezelfde. Ja, dezelfde precies. Tijd. Ja, voor ons meisjes was het natuurlijk Annie, sprak enorm tot de verbeelding. Dus ik dacht, ik heb toen letterlijk toen thuis nog gezegd van, dat wil ik. Hoe word ik een kindster? Dat was toen mijn idee.
Een oudste acteur. Kindster en later dan een volwassen ster. Had je ook een beeld van het bestaan van een actrice? Van hoe dat zou zijn om een, op een podium te staan en applaus te ontvangen en dat soort dingen? Nee, dat boeide me eigenlijk helemaal niet. Het enige, want dat vind ik nog steeds het meest gênante van alles. Ik weet nooit hoe je moet kijken, wat je moet doen. Gijs Scholt heeft me oprecht een paar keer les proberen te geven erin. Want hij ziet dat ik het echt niet kan. Maar nee, wat me aansprak was het doen. Het doen, het dansen. En het, eigenlijk, ik wilde wel echt musical doen. Dus het zingen, het dansen. En dat wat Eileen Queen, dat die speelde Annie, die had ook zoiets wat Chris Nietveld ook heeft. Daar hou ik erg van. Dus iets heel meisjesachtig, zoet, maar ook net een jongetje. Snap je? En dat leek me zo leuk. Dat je dan zo die al die kanten kon zijn. Dat was het. Meer was het. Het was niet dat ik dat leven voor de glamour of zo helemaal. Dus dat ik zei ook al heel snel tegen moeder, ja, maar het maakt niet uit. Misschien ga ik wel straattheater doen. Weet je, dat maakt het niet uit. Het was het, de verbeelding, het dat allemaal. Die hele het wereld. Spelen, iemand kunnen zijn, ja, gedaantes kunnen aannemen. En werelden oproepen en dat. Dat niet, ja, misschien wel ook willen ontsnappen ergens. Maar je verlangde naar grenzen. Hoe zou het zijn om normaal te zijn? En eigenlijk zoek je iets op waarin juist alle grenzen wegvallen. Waarin juist alles mogelijk wordt. Ja, super tegenstrijdig. Maar spelen in het klassieke toneel is natuurlijk wel veilig. Want er zijn wel afspraken. Dus de realiteit is ook heel overzichtelijk. Want je weet het is wel, afgebakend. Ja, het duurt van 8 tot 10. En dit is het podium. En jij gaat dat doen. Weet jij je hoort hier, dan loop je daarheen en dat is je tekst. En zeker hoe wij werken. Want ik ben niet iemand die kan werken met regisseurs die zeggen, nou, kijk maar even wat er in je opkomt en we gaan het allemaal lekker improviseren. Dan word ik heel, heel kwaad. Ik wil echt, en wij werken echt zo, dat als ik niet bij dat woord het glas pak, zal Ramzi zeggen van, hé, maar jij pakt het toch bij dat woord het glas? Snap je? Dus wij zijn wel echt, het is een heel sterk mechaniek waarbinnen je dan emotioneel heel erg mag freaken. Maar de choreografie is wel afgebakend. En dan heb je mensen als Hans Kesting, wat ook heel tof is trouwens om mee samen te spelen, die daar altijd de marges van opzoeken. En dan heb je mensen als Ramzi die wat meer, hè, die heel technisch is. Dus zo. Maar in principe, en dat schept ook heel veel vertrouwen, begrijp je? Daarom ben ik ook, dat vind ik wel heel veilig aan toneelspelen. En daardoor kun je ook ver gaan, omdat er verder vertrouwen is. Ja, zeker. Dat ook omdat Ivo en Jan, dat is zijn partner en ook die alle sets ontwerpt. Jan Verswijveld. Die bereiden zich zo goed voor, dat je dus ook niet aankomt op een eerste repetitie. Dat ze zeggen, nou, we gaan wel even kijken wat er in jullie opkomt. Nee, zij zeggen gewoon van, dit is de reden waarom we het wilden doen. Daar maken ze je deelgenoot van. Dan presenteren ze de set, dan presenteren ze de kostuums. Dan presenteren ze hoe ongeveer de muziek, want die wordt ook nog gemaakt tijdens dat we bezig zijn. En dan beginnen we. En juist omdat we zo'n enorm strakke context hebben, kunnen wij ook met ideeën komen. Want anders kan een regisseur ook nooit dat echt goed verwerken. Snap je? Die kan wel de indruk wekken van, ik ga uit van wat jullie mij aanbieden. Maar dat is vaak helemaal niet zo. En juist bij Ivo kan je zeggen van, nee, maar volgens mij is het niet veel toffer als we video pas dan aangaan en als ik dit doe of als ik zus of zo. En dan gaan we dat allemaal uitproberen. Maar er is dus een heel helder vertrekpunt, zodat je nooit verzandt in oeverloze onzin geklets. Dit is een oordeel, want het is heel gemeen. Want dat is ook helemaal niet erg als je dat wel wil doen. Maar ik wil dat niet doen, want dat vind ik heel eng. Voor jou werkt dit beter. Ja. Laten we het daar dan op houden. Ja. Maar we hebben nu twee rollen genoemd. Namelijk Lulu, wat jou inspireerde om actrice te worden. En je meest succesvolle rol op het toneel La Voix Humaine. En het gaat allebei over vrouwen die het tegendeel zijn van de man. De een is afhankelijk, kan niet bestaan zonder de man. En de ander wordt wat de man maar wil. Ja, klopt. En dat zijn wel rollen die jou op de een of andere manier liggen. De vrouw afhankelijk van de man. Ja, en die natuurlijk wel probeert daaraan te ontkomen, maar dat lukt dan nooit in deze klassieke stukken. Maar ja, nee, zeker, zeker. Ik denk dat wat mij dus bindt met Ivo, dat is ook heel particulier, want Ivo heeft meer thema's en ik ook, maar ons overlap is precies dat. Dus is het de macht en romantiek en hoe dat zich allemaal tot elkaar verhoudt. En ik zoek inderdaad, of ja, er is iets in mij wat het heel interessant vindt om die gebieden te onderzoeken. En dat gaat ook over totale overgave en totale jezelf helemaal verliezen vanwege de ander. En tegelijkertijd jezelf haten omdat je het doet. Of bijvoorbeeld de Temme van de Feeks gaat daarover. Dat is een vrouw die zich absoluut niet wil onderwerpen. Weet je wel, zelfs niet aan de vader. Ook niemand wil ze luisteren. Niemand. Als al de koning van de wereld tegen de praat, zou ze niet luisteren. En toch komt er dan één iemand die dat doorziet. En aan wie ze zich ook wil geven. En dat juist die strijd, daar zitten bijna al mijn rollen op. Nora in het poppenhuis. Ik heb Lulu zelf gespeeld bij Teu Boermans. Waarom fascineert dat? De vrouw die afhankelijk is van de man. De vrouw die zichzelf onderwerpt aan de man. Ja, ik denk dat er een aspect van niet, moet je zeggen, gender of gender. Nou, niet geslacht bepaald is. Ik denk dat voor Ivo dat niets met vrouw of man te maken heeft. Ik denk dat hij dat heel erg
ook heeft, op zijn manier. Dus voor hem zou het echt niet uitmaken als hij het Temmen van de Feest doet, dat hij dat met twee mannen doet, snap je? Dus dat is één aspect ervan. En voor mij is het dubbel. Dus ik denk ook, was ik een jongetje, had ik ook die fascinatie gehad. Was ik daar ook helemaal door geobsedeerd geweest. Maar in mijn geval wordt dat natuurlijk wel versterkt doordat er nog een collectieve emancipatie aan de gang is. Van vrouwen. Dus, en van allerlei onderdrukte groeperingen. Maar dus ik denk dat ik zelf iets aan mezelf probeer uit te leggen van, goh, hoe zit dat nou? Waarom ben ik nou aan de ene kant zo ongelooflijk, heb ik zo'n zwakte voor bepaalde autoriteit als het om mijn privéleven gaat? He, of dat nou Ivo van Hoof is of een man in mijn liefdesleven. En waarom, en hoe, ja, en hoe kan ik dat op het toneel uitzoeken? Want thuis was dat gezag er niet. Want jouw vader die is jong overleden, maar die nam dat gezag ook niet op zich toen hij nog leefde. Nee, nou wel. Daar was hij te vrij voor. Ja, maar hij was wel heel erg, tenminste wat ik ervan weet, maar een kunstenaar. Hij was niet een zacht, lieve vader die continu met ons bezig was. Dus ik herinner me hem wel als een autoritair, ondanks dat hippiegedoe, wel als iemand waar je probeerde de hele tijd aandacht van te krijgen, snap je, die dan weer heel erg met zijn kunst bezig was en heel toegewijd daarmee en heel sterk. Dus dat is in ieder geval wat ik denk, of het nou waar is of niet. Dus waarschijnlijk is dat ook wel een beetje een onderdeel ervan, dat ik voortdurend op zoek ga naar die gezagsdrager. Ja, alsnog. Nou, precies, de papa. Dus dat doe ik zo wel zelf. Want je was een puppy toen hij stierf. Ja, dus dat probeer ik natuurlijk, het aloude liedje wat iedereen natuurlijk vaak heeft, alsnog dan in te halen. Onbewust, snap je? Dus ik denk bij iedereen, oh, misschien ben jij het wel toch nog. Weet je? Dan word ik weer 10. Dat kunnen ook de regisseurs zijn. Ja, zeker. Ivo van Hoven kan ook de gezagsdrager zijn. Totaal, en dat is hij ook voor mij. En dat is daarvoor Teu en Alex van Warmerdam en Johan Simons. Ik heb met al die enorm krachtige kunstenaars mogen werken. En ik vind het ook wat lastiger om met vrouwen te werken, vond ik. Ik denk wel dat ik daar wat in veranderd ben. Maar dat zit zeker een aspect van mijn actriceschap. Dat ik heel goed kan zijn, een soort van muze, iemand. Dus ik kan heel goed me ook aan zo'n man geven dat ik aan zijn kunstenaarschap, dus helemaal niet privé, maar gewoon echt hem helpen in het maken wat hij wil maken. En dan ook tegelijkertijd heel sterk zijn. Snap je? Want ik heb ook natuurlijk een kant in mezelf die heel krachtig is en juist heel autonoom. Je bent inmiddels 42, dan heb je veel dingen in je leven ook wel weer opgelost, denk ik. Ja. Dat blijven niet thema's die je hele leven zullen gelden. Nou, ik denk wel dat er altijd wel iets in mij zit dat ik snel zal kunnen geven aan dat, als ik iemand vertrouw. Want als ik een regisseur niet vertrouw, dan klap ik helemaal dicht. Maar als ik hem vertrouw, zou ik wel snel heel snel kunnen schakelen. Dus dat zal altijd blijven. Maar inderdaad, er is natuurlijk ook een aspect wat dan op een gegeven moment denkt, ja, dag. Terwijl ik heb hetzelfde hele constellatie gecreëerd. Maar die dan denkt, ik ben zelf ook nog iemand. En daar ben ik nu wel, dat ik denk, ja, ik wil ook mijn eigen dingen maken. En dat roep ik altijd al wel. Maar nu is de tijd gekomen dat ik het ook. Want je bent nu bezig met een film die je zelf regisseert. Ja. Met Carice van Houten erin. En Esther Gerritsen, die maakt het scenario. Ja. En een film over TBS, over psychiatrie. Ja. Over een relatie tussen psychiater en patiënt. Ja. Is verder nog niet zo gek veel over te zeggen, volgens mij. Hè? Nee, nog niet. Ja, behalve dat het natuurlijk een fantastische ervaring. De opnames zitten er inmiddels op. En we zijn aan het editen. En de laatste dingen aan het doen om de film helemaal af te ronden. En ja, ik vind het geweldig. Nu ben jij de baas. Nu neem jij de leiding. En maak je niet afhankelijk van iemand anders een artistieke uiting. Ja, en ik denk ook dat wat voor mij heel aangenaam voelt, is dat wat ik met Ivo heb opgebouwd en met het hele ensemble, dat ik dat ook echt heb meegenomen in die ervaring van zelf iets te maken. Dat ik denk dat me dat enorm heeft geholpen. Dat ik daarin, ik heb natuurlijk geen filmacademie, dus hè, dat is ook best. Daarin moet ik me gewoon bewijzen en moet ik ook nederig zijn, vind ik. Maar aan de andere kant, de ervaring van in een groep functioneren en hoe Ivo dat allemaal doet, heb ik gewoon heel veel geïmiteerd. Gewoon letterlijk dezelfde systemen toegepast om ook met die groep dezelfde ervaring te hebben. Dat bij ons is het echt zo, bij Toneel op Amsterdam ITA, dat de geluidsman moet zich net zo betrokken voelen erbij. Want het tempo waarin wij werken is zo intens dat het is allemaal op het hoogste niveau. Dus iedereen moet weten, waarom doen we dit? Weet je wel, wat is het vertrekpunt? Wat willen we maken? Waar gaan we naartoe? Zodat ook iedereen de beste ideeën gaat leveren. Niet alleen over, goh, moet ik deze scène spelen? Maar veel belangrijker misschien, hoe kunnen we toch nog die microfoon laten werken terwijl we onder de douche staan? En weet je, we hebben natuurlijk met video. Dus mijn mening was altijd met zo'n film maken, zeker met wel een heel beperkt budget, wilden we ook graag. We wilden gewoon klein beginnen.
dat iedereen doordrongen moest zijn van de inhoud. He, bij ons is echt, als wij beginnen met Ivo, dan zitten ook de mensen die aan de kassa werken erbij, bij de eerste presentatie. Iedereen in de zaal. En dat is bij dit was dat ook. En daarom heb ik ook teruggekregen dat heel veel mensen het een fantastische ervaring vonden. En dat heeft niks te maken met mij als leider, maar wel met wat je neerzet als groep. Een groep, een school vissen, die zeg maar... Dat heeft toch wel te maken met jou als leider? Dat zet jij toch neer? Je had er ook als een soort gezagsdrager kunnen rondlopen als Mussolini. En iedereen bevelen kunnen uitdelen. Dat was ook een top idee geweest. Ja, dan had je een heel ander resultaat gekregen. Ja, nee, precies. Nee, tuurlijk. Dat heeft wel te maken met wat je... Ja, de parameters die je neerzet voordat je begint. En ja, ik vond dat... En dat is misschien ook, om maar eens een leuke brug te maken... met een soort niet ingelost moederding. Ik kon helemaal dat gevoel helemaal kwijt. Ik had echt het gevoel dat ik een baby aan het krijgen was. Maar niet op een zweverige manier, maar gewoon van... de moeder van de groep, de hoeder van de groep. En tegelijkertijd... En zorg dragen. En ja. De film zogen. Ja, exact. En... zorgen dat je en bewaken wat je echt wil maken. Want er komen natuurlijk tijdens zo'n proces ook 101 miljoen meningen op je af. En om dat in goede banen te leiden, en om de goede van de slechte ideeën te onderscheiden. En ook zelf niet je ego. Want het is natuurlijk ook heel vaak dat je denkt. Zo, nee, om dat allemaal goed te kanaliseren. Dat voelde voor mij heel erg moederlijk, ouderachtig of vaderlijk, whatever. Maar dus dat, ja, ik vond ik er te gek aan. Ik kan niet wachten tot ik weer mag. Ik vond het zo fantastisch. Maar je noemt nou moederschap en je noemt in je jeugd... van had ik maar een burgerlijk leven. Dat is toch niet helemaal gelukt om er een burgerlijk leven van te maken? Nee. Die is niet gekomen. Dat was ook niet per definitie het uitgangspunt. Het was niet een echte ambitie. Nee, het was meer voor mezelf als kind. Ik wil dat ervaren. Maar ik heb nooit gedacht van als ik later groot ben... dat had mijn grote zus wel. Die zei de hele tijd, dan zaten we daar weer... in een of andere hippie omstandigheid. Want zij zei altijd... Oh, het moment dat ik weg kan, dat ik een man die een hele goede baan heeft vinden en ik ga huisvrouw worden en ik ga alles en dat heeft ze ook allemaal in de praktijk gebracht. Maar dus dat had ik minder. Ik dacht wel, ik moet een groot en meeslepend leven. Dat dacht ik meer. Dat is aan het lukken volgens mij. Ja, dat is wel goed. Dat mag wel wat minder zeggen af en toe. Maar die internationale carrière die begint eigenlijk nog maar een beetje. Ja, nee, dat is echt. Dat hebben anderen wel heel erg gedaan, ja. En nagestreefd. Carice bijvoorbeeld. Ja. Jij hebt nu die Zweedse serie. Ik heb twee afleveringen gezien. Ja, het is een spannende serie. Ik kan er verder ook niet zoveel over zeggen. Nee. Het ziet er mooi uit. Ja, nee, dat is nu allemaal. Dat komt ook vandaag pas daar. Gaat dat op een streamingkanaal, hoe heet zoiets? Dus ja, dat zullen we allemaal wel zien. Maar nee, ik denk dat... het voelt natuurlijk voor mij alsof ik een hele internationale carrière heb gehad. En op een bepaalde manier heb ik dat ook gehad. Omdat wij natuurlijk echt overal hebben gespeeld. En dus ik bedoel, ik vlieg meer dan menig van mijn collega's. Omdat vrienden met toneel op Amsterdam. Omdat wij gewoon overal spelen. Dus het is natuurlijk heel internationaal wat wij doen. En ik heb totaal niet het gevoel van... Oh, ik moet ook eens echt nu over de grenzen gaan kijken. Ik denk, laat mijn godsnaam even hier blijven, zeg. Dus het voelt voor mij alsof ik alleen maar in de afgelopen 5 jaar... echt mijn airmiles, die zijn niet op te maken. Maar om met internationale producties te spelen qua film... of om met Jude Law op het podium te staan, ja. zoals vorig jaar. Ja, dat was fantastisch. Dat moeten wel ervaringen zijn die in jou iets losmaken. Nou, wat het leuke wel is, als je gewoon met een andere groep acteurs gaat werken... en dat heeft natuurlijk een ander land vanzelf of een internationale productie... is of zo'n co-productie als we met Jude Law deden... is dat je weer op een hele andere manier geprikkeld wordt. Want ook een acteur is anders in een andere cultuur, is weer andere rituelen aan. En je wordt weer uitgedaagd op een manier die ik heel... dat vind ik wel heel leuk eraan. Dus niet zozeer in het buitenland zijn... want dat heb ik zoveel gedaan en vind ik ook heel eenzaam in hotelkamers en zo. Maar wel die mensen. Dat vind ik fantastisch. En dat smaakt zeker naar meer. We hadden het over afhankelijkheid van een regisseur. Je lot in handen leggen van een ander. Vertrouwen. Proberen je grenzen op te rekken door met die ander mee te gaan. De culturele wereld die wordt opgeschud door het ene schandaal naar het andere. Over seksuele intimidatie. Over het niet respecteren van elkaar. Jan Fabre was vorige week heel veel over te doen. Anonieme getuigenissen. Nu ik jou zo hoor praten daarover, kan ik me eigenlijk wel voorstellen hoe dat kan gebeuren. Ja. Dat mensen eigenlijk in ongezonde emotionele situaties komen ten opzichte van elkaar. Absoluut, het is natuurlijk. Er gaan ook heel veel stemmen op over dat. Ja, maar dat gebeurt ook in de medische wereld en ook in de advocatuur. Nou, dat geloof ik, laten we dat voorop stellen. En daar is misschien nog te weinig aandacht voor.
Maar zeker natuurlijk is het in mijn wereld is een hele vruchtbare bodem voor dit soort misverstanden. En ook dit soort en echt vreselijke incidenten die er gebeuren. Ik heb het geluk bij Ita dat Ivo daarin zo helder is. Natuurlijk ook niet op vrouwen valt. Dus dat heb ik al helemaal niet zeg maar aan mijn fiets hangen. Maar daar is ook, dat is precies waar we het eerder over hadden. Wat ik zo prettig vind met dat zij heel goed voorbereid zijn. Dat al dat soort grenzen zijn bij ons heel helder. Snap je? Dat hij leidt het echt veel meer als een jurist bijna dan als een gekke artistiekeling. Waarvan je denkt, oh nee, moeten we nu uren een improvisatie gaan doen over weet ik het wat. Want dat doen, dat gebeurt. Hij lijkt zelfs afstandelijk. Ik ben een paar keer bij repetities geweest. Dat hij instructies geeft, dan lijkt hij zelfs onderkoeld en afstandelijk. Ja, wat ik heel fijn vind, snap ik heel erg dat zo overkomt. Maar hij is wel chirurgisch gedetailleerd in wat hij wil zien en waar hij naar zoekt. Maar hij is juist, vind ik, wat hij bijvoorbeeld altijd doet, dus als je echt heftige scènes aan het repeteren bent en het gaat, je voelt zelf ook al van het gaat niet, dan komt hij altijd naar je toe en dan is hij op hele gedempte toon, spreekt hij dan tegen je. En dan hoef je ook niet te schamen tegenover de anderen, want dat is vaak wat er ook in die Jan Fabre klachten staat. Dat die mensen zeggen van, ten overstaan van een hele groep zei hij dat, ja, dat ik te dik was, of hè, dat is dan wat die mensen, wat er in die aantijging staat. En dat maakt het zo afschuwelijk. Ivo zal nooit zeggen dat je te dik bent, first of all. Want hij is veel altijd bezig met gewoon het werk. Maar hij zal je niet ten overstaan van anderen een machtsspel met jou gaan spelen. En dat het is natuurlijk super kwetsbaar, want je hebt het net heel goed benoemd. Het is, jouw instrument is je lijf, jouw instrument is je hart, je ogen, alles. Dus op het moment, het is heel anders dat iemand zegt, hey, dit essay wat je hebt geschreven, of dit het klopt niet. Maar als iemand zegt, wat jij doet klopt niet, wie jij bent klopt niet, hoor je dan. Snap je? Ik geloof jou niet, of ik zie jou niet, of ik wil niet naar je kijken. Precies, of je bent bijvoorbeeld, je voldoet niet aan een bepaalde esthetiek die ik nu voor ogen heb. Het is allemaal, en ik merkte zelf in het regisseren ook dat, niet dat ik de neiging had om grenzen over te gaan met Carice, maar wel hoe snel je in een Noordface jas staat te regisseren terwijl zij het ijskoud heeft. En hoe snel je dat allemaal objectiveert. Hoe snel je gewoon eigenlijk denkt dat je verf in je handen hebt. Prachtige verf wel, maar waarmee je een schilderij aan het maken bent. Als je bijna geen tijd meer. Oké, kun je nog één keer. En je vergeet hoe dat voelt om daar echt. Dat is zo goed aan die film Lost in Translation. Die begint dan dat Bill Murray in Tokio een commercial aan het opnemen is. En dan zijn er allemaal mensen om hem heen. Die zijn aan het plukken en hem aanwijzingen aan het geven. Maar hij verstaat ze niet. Want het is, ze praten allemaal in Japans en er is wel een vertaler bij. Maar dat gevoel dat je soort van, je voelt je zo kwetsbaar en zo sukkelig bijna om daar te gaan, allemaal dingen te gaan uitbeelden. Het is, en dus daar gaat ook heel snel, ga je daar over grenzen heen. Dat je moet wel, je moet daar als regisseur heel geduldig, heel empathisch zijn. En tegelijkertijd natuurlijk ook wel proberen te krijgen wat je wil. En dat. Kijk, daarom is het een moeilijke discussie. Want een coach geldt ook wel eens een voetballer. Maar er is wel een gierput open aan het gaan, zeg. Ja, en ik vind het aan de ene kant ontzettend goed. Omdat ik denk dat het ook belangrijk is. Er is natuurlijk een wereldwijde beweging, of in ieder geval de westerse wereld dan, die echt gaat over gelijkwaardigheid. Niet alleen over vrouwen en mannen, maar over racisme, over iedere minderheid, transgenders, homoseksueel. He, dat we zoeken naar gelijkwaardigheid in alle facetten. En dan in mijn vakgebied is grenzen nu echt het thema. Maar hoe ga je ermee om als je in een repetitielokaal een moraal of iets gaat introduceren? In een repetitielokaal moet natuurlijk juist een sfeer heersen waarin je durft amoreel te zijn, waarin je durft over die grenzen te gaan om het in je spel te krijgen. Maar kijk, het verschil is, stel wij moeten nu een hele nare relatie verbeelden. En jij moet mij bijvoorbeeld heel naar vastpakken en gaan zoenen. Dan kan ik alsnog tegen je zeggen, zullen we het even zonder tong doen, want dat vind ik gewoon prettiger. En voorheen was er een beetje zo'n jaren 70 idee van, nou, als je dat zegt, ben je geen kunstenaar. Snap je? Dit is even een heel Jip en Janneke voorbeeld, maar om het even invoelbaar te maken. Want als ik dan jou al ga remmen, nu al, weet je, dan hoe kan jij dan nog jezelf geven? Dat is ook misschien wel lastig, want daarmee zet ik jou misschien wat vaster. Hè? Want dan moet je al gaan nadenken, oh, mijn tong mag ik niet. Oh, wat moet. Maar moet dat moet wel kunnen. Laten, ja. Ja, dus dat is een futiel voorbeeld. Maar dat in het groot, dat er een gesprek over gaan, is natuurlijk heel belangrijk. Alleen, ik vind wel dat zo'n Jan Fabre, als hij af en toe heftig doet of intens is, dat moet kunnen. Want dat gebeurt in een repetitielokaal. Maar als dat echt systematisch grenzen overgaat, waarin mensen echt zeggen, ja, maar ik voel me wat voor manier dan ook aangerand, ja, dat is heel lastig. En dan zou ik ook nog zeggen, moet het allemaal via de media gespeeld worden. Dat is natuurlijk heel. Kan dat niet onderling worden opgelost? Zijn er niet andere wegen dan een anonieme brief in de krant? Dus ik denk, er zou misschien een soort van commissie moeten komen, of een soort rare rechtbank,
die wel binnenskamers is, maar waar je wel heel makkelijk naartoe kan met dit soort klachten. Snap je? Want het is natuurlijk ook niet voor niets dat het via de media gespeeld wordt vaak. Omdat mensen denken, anders word ik niet gehoord. Of het is geen verkrachting, dus ik weet niet hoe ik het dan op een geëikte manier moet oplossen. Maar ja, dit is ook maar dan, niet... Dan hebben we het toch over regels en toezicht en niet over innerlijke beschavingen. Dat mensen proberen empathisch elkaar aan te voelen. Wel opgevoed. Ja, je bedoelt in de slechte... Ja, dat nee, natuurlijk. Maar, dat, ja, maar soms in... Als je iets maakt, is het natuurlijk allemaal niet eventjes mooi en glad. En als je iets aan maken bent... Nee, dan, want je hebt het over hele extreme dingen die je moet verbeelden. En daar ook voor de regisseur is dat niet altijd even makkelijk. Is het ook heel heftig. En dan gebeurt het wel eens dat, nogmaals in de sport op het hoogste niveau gebeurt dat ook. Dat zijn ook soms trainer... sporters zijn ook vreemde relaties waarvan je denkt van goh, hoe zit dat nou? Of een sporter wil juist helemaal hè, iemand die echt keihard tegen hem is om een bepaalde prestatie neer te zetten. Dus het is helemaal niet zwart-wit en dat mag het natuurlijk ook niet worden. Alleen dat vond ik heel leerzaam in Londen, dat ik daar wel heb geleerd dat daar kijken ze echt anders tegen racisme en seksisme aan. Daar is het echt nat dan om bepaalde dingen, weet je, om een actrice een klap op de kont te geven voor de grap tijdens een repetitie of zo. Dat wordt daar echt niet getolereerd. Terwijl bij ons ben je dan niet een good sport als je daar iets tegen hebt. Dus je zegt van, hé, blijf ze me af. Dat is toch die erfenis van de Baba Cool jaren 70 misschien. Ben je ook een actrice in je leven? Is het ook het leven van een actrice buiten de planken? Hoe zie jij dat? Ga je, zijn je vrienden acteurs? Ga je naar de plekken waar andere acteurs komen? Ja, gaat het altijd over acteren als je met mensen uit eten gaat? Nee, dat helemaal niet. Maar wel, ik vind wel dat ik heel veel acteursvrienden heb. Dat ik ook af en toe denk, vind ik het heel verfrissend om met mijn zwager, die in de supermarktwezen werkt, om met hem te praten. Dus ik vind wel soms een beetje dat ik denk, jeetje Mina. Maar het, ja, dat schept natuurlijk ook gewoon een band. En niet alleen acteurs hoor, maar ook regisseurs en producenten en dat soort types. Maar ik ga niet per se naar de plekken waar die allemaal hangen. Nee, totaal niet. Juist denk je natuurlijk heel vaak, goh, even niet zeg. Maar vroeger wel. Ja, toen ik net hier aankwam, toen vond ik het allemaal machtig. Ik vond de smoes aan, vond ik het mooiste wat er bestond. Dat is een café waar veel acteurs dan komen, zeker vroeger. Dat vond ik zo... Ik bedoel, als ik Pierre Bokma gewoon in het echt zag, was ik al 2 dagen, was ik helemaal... vond ik zo mooi, vond ik zo geweldig. Alsof een soort alien was neergedaald. Ja, dat vond ik echt... Ja, en ook dat is wel leuk als je uit... Want nu, ik ken best wel veel van mijn vrienden zijn hier opgegroeid in Amsterdam. Nou, ik ben echt zo die... Dat meisje uit Groningen wat hier aankwam. Dat is ook heel leuk als je dat hebt. Die verwondering en dat de Schouwburg, de Marnixstraat. Dat was dan het adres van toen al van toneelgroep Amsterdam. Ik vond dat allemaal... Ja, dat hebben die niet. Die vrienden van mij die zijn opgegroeid zijn veel meer blasé natuurlijk. Ik dacht echt van jeetje, de meneetje. Een tramrails, weet je wel. Maar je maakt deel uit van een groep en jullie reizen samen. En jullie zien elkaar ook wel buiten het werk om. Misschien wat minder dan vroeger, maar toch nog steeds. Ja, zeker. Roept het ook dwarsheid in je op? Rebelsheid, dat je wil afzetten tegen de groep, dat je anders wil worden? Ja, tegen ITA-groep, ja. Ensemblegroep. Ja, ik heb natuurlijk wel een vrijheidsdrang. En die respecteert Ivo ook. Het is meer het instituut dan de acteurs. Want ik heb nu natuurlijk die film dan gemaakt. En ik heb nu best wel een tijdje een Zweedse serie gedraaid. Dus ik ben een tijd weg geweest. Maar ik ga dan wel echt door de week, mis ik ze zo erg. Mijn collega ga ik gewoon daar op dat terras zitten. Hoe heet het nu eigenlijk? De brasserie. Ik kan het allemaal niet meer onthouden. Vroeger heette Stanislavski, de Schouwburg in ieder geval. En daarvoor heette dat, hoe heette het daarvoor? Kokstok. Ja, precies. Het is in ieder geval het grote theater aan het Leidseplein. Dat is ons werkplek. En dan dan kijk ik even hoe laat ze spelen. En dan wacht ik ze gewoon op. Dan ga ik lekker met ze kletsen. Heerlijk. Dan voel je echt thuis in die groep. Dat is echt mijn gezin. Met alles erop en eraan. Dus met mijn zusjes, mijn broertjes, mijn moeder, mijn vader. Alles zit daarin, in de groep. En dan is die weer even je broertje. En dan, dus ook met kibbelen. En met, oh heb je haar weer. En gewoon heerlijk. Ja, gewoon prettig. Echt prettig. En iedereen is altijd ongelooflijk ook met elkaar begaan. En ik bedoel, iemand als Maria Kraakman, Marieke Hebinke, Hans Kerst, het zijn Eelco. Het zijn allemaal hele dierbare vrienden. En ook Geiten, bijvoorbeeld. Geiten Jans heeft een tijd bij ons gespeeld. Die is dan nu in Amerika een grote serie aan het doen. Maar die spreekt ook heel veel. En zo hou je, ja, het is echt mijn gezin. Het is mijn gezinsleven. Wat was er van je geworden als dat acteren er niet was gekomen? Stel je die vraag wel eens. Ja, ik wilde graag geschiedenis studeren. Dus ik heb geen idee. Of journalistiek. Misschien iets zoiets als wat jij nu doet. Dan zat je met een koptelefoon op.
Een beetje vragen te stellen. Het lijkt me wel echt heel leuk om te doen. Ja, dat is het ook wel. Jazeker. En radio maken lijkt me echt het allerleukste. Van al die dingen die je dan kan doen, zou ik radio maken het leukste. De romantiek daarvan of zo. En de rust ten opzichte van televisie. Misschien is dat een... Nou, hoe dan ook leuker dan televisie. Maar het lijkt mij ook leuker dan op de planken staan en liefdesverdriet moeten uitbeelden. Mij persoonlijk, ja. Ja, ik zou er tegenop zien. Ja, dat zie ik ook tegenop. Ik moet wel zeggen wat me dan weer ontroerde. Ik fiets hier naartoe. Toen kwam ik eerst en foremost Michel van Doezelaren tegen. En die heeft, dat is een acteur met wie ik heel veel gespeeld heb. En die heeft een hersenafwijking nu. En daar is ook een prachtige documentaire over gemaakt. En die ging zo voetje voor voetje. Was hij aan het wandelen met iemand. Dus die heb ik omhelst. En dat vond ik, toen dacht ik weer even, ik moet ook dankbaar zijn dat ik gewoon nog op kan, snap je, en mijn vak kan beoefenen. Want dat is natuurlijk iemand die dat is kwijtgeraakt door die hersenafwijking. Kan hij niet meer spreken. Dus letterlijk is hij zijn taal kwijt. Wat voor een acteur zijn hele ding is. Dus toen dacht ik moet ook niet klagen. En vervolgens belde mijn lieve Angelina van Ita, dat is degene die alles regelt voor Lavoie Men, en zei, Lina, ze weten inmiddels, snap je, hoe heftig het voor me is. Van, ben je oké? Okay? Zie je het er weer zitten? We hebben wat eten, we hebben dit, hoe laat kom je? Vind je fijn? Dus ik moet wel zeggen dat ik dan ook weer helemaal blij denk ik vraag. Iedereen snapt ook wel bij Toneelgroep Amsterdam Ita wat het kost. Wat het offer. Het is gewoon een offer. En heel vaak denken mensen, ja, je vindt het wel leuk. Je vindt het wel leuk om het te doen. Het is toch je lust in je leven. En dat het duaal is. Dat, daarom kun je zo goed die Amy Winehouse of die Janine Jansen documentaires. Dat zijn documentaires, vind ik, die inzicht geven over waarom is het nou zo buikpijn. Waarom zijn al die artiesten zoveel aan het klagen? En waarom zijn ze allemaal aan de drank en de drugs? Daarom. Voor dat moment, dat je op moet en weet, nu moet ik dit gaan doen. Ja. Nu moet ik mijn allerdiepste liefdesverdriet van ooit overtreffen. Ja. Met 500 man die kijken of 1000 man die kijken. Exact. En toen ik dus Carice regisseerde, wat natuurlijk is alsof je op de allerbeste Stradivarius viool aan het spelen bent voor een regisseur die er bestaat. Want het is gewoon een talent wat ongekend is. Maar die heeft dezelfde makken als ik, in de zin van, die is ook helemaal niet, die zegt, oh, heerlijk spelen, laat me spelen. Als zij al hoort dat ze voor een bruiloft een tekst moet doen, bijvoorbeeld, hè, voor een dierbare, wordt ze helemaal gek. Dan kan ze al een nacht niet slapen. Dus ik weet wat het haar kost. En het feit hoe zij deze rol heeft gespeeld en hoe ze zich heeft overgezet, dat ontroerde mij zo erg. Omdat, ja, dan zie ik ook mezelf natuurlijk. En dan zie ik haar en dan denk ik van, en toen dacht ik, oh, het is acteren toch afschuwelijk. Dus ik dacht, het is zo afgrijzelijk. Ik kom daar aan als regisseur. Ik heb geen make-up op. Ik zit in een lekkere Nike's met een North Face jas. Heerlijk warm. Heerlijk aan koffie drinken met de jongens. Weet je? En zij wordt meteen naar een of ander hok gebracht. In de Bijlmerbaaiers. Waar dan weet je wel, wat stoffig is. Moet ze gaan omkleden. Weer moet ze weer iets anders aandoen. Wordt helemaal zender hier in de kruis geduwd. Helemaal, en dan moet ze ten overstaan van 50 mensen die in hun Noordfeestjassen met mokken koffie naar de staan te kijken, moeten ze de meest afschuwelijk gênante toestanden gaan uitbeelden. En dan kom jij tevoorschijn en zeg je, doe het nog één keer. Ja, want precies. De camera's zijn nog niet aan. Kan je niet, en kan je dan daar, en kan je dan, en als je dat kruip op de grond doet, kan je dat dan iets langer volhouden? En kan die traan, kan je dat ook uit je andere oog? Ja, waar gaat het over? Jij gaat regisseur worden volgens mij. Ja. Volgens mij ben jij, als we elkaar over 10 jaar spreken, ben jij gewoon fulltime regisseur. Ja, ik had wel het gevoel van, dit is het. Dit, nu klopt alles. Niet dat ik nooit meer wil spelen, maar ik dacht, ik bedoel, en ook kon ik het ook heel vaak niet. Ik zeg helemaal niet dat ik het goed heb gedaan, maar ik voelde wel, ken je toch wel, dat je iets doet, ook al gaat het niet altijd goed, en ook al zitten er allemaal tegenslagen in verwikkeld, toch voel je, dit klopt, dit is goed. Nu ben ik, dit klopt, dit padje. En dan ben je niet meer afhankelijk van een ander. Je bent niet meer de kunst van iemand anders aan het maken. Je hebt de leiding gekregen. En je hebt eigenlijk zelf dat gezag in jezelf gevonden. Dus je bent niet meer op zoek naar een gezagsdrager die jouw leven grenzen geeft. Maar je doet het zelf. Jij geeft nu het gezag. Yeah. Wat een ontwikkeling is dat. Ja, dat je dat hebt bereikt, joh. Ja, en dat je het ook leuk vindt in plaats van dat je denkt, ik wil een sterke man die me vertelt wat ik moet doen. Je bent zelf de sterke vrouw geworden. Ja, of misschien ook de zachte vrouw, maar wel de vrouw die inderdaad... Zacht en sterk zijn geen tegenstellingen. Nee, dat is waar. Dat is waar. Je bent wel streng, meneer Freud. Maar meneer Freud zit op zijn strenge stoel vandaag. Alina, het was me echt een genoegen om met je te praten. Mij ook. De film die komt volgend jaar, Conspiracy of Silence, die is vanaf nu online te bekijken en dat is de moeite waard. En dan komt La Voix Humaine eraan, ook zeer interessant en nog heel veel andere voorstellingen in reprise.
En daarnaast nog meer projecten die we helemaal niet benoemd hebben. Dus ik wens je ontzettend veel plezier en heel veel succes. En dank je wel. Jij heel erg bedankt. Vond het een waanzinnig leuk gesprek. Dank je. Interessant gesprek.